Welkom bij de special All Eyes on the Future Cup. Het internationale jeugdtoernooi is eindelijk weer terug in Amsterdam. De komende 3 dagen zullen we Ajax onder 17 op de voet volgen. Daar komt de bus aan. Tijd om in te checken. We gaan nu lekker naar onze kamer. Even rust pakken, daar gaan we lekker eten. Maar ja, je voelt gelijk dat er een toernooisfeer aan de gang is. Dus ja, het is heerlijk man. Geniet echt van. We zijn nu met Evri Appia en met een Donno Nieuw. De grootste speler die we hebben hier zo. Zijn we met die topgozer. Kaden, hoeveel goals minimaal? Minimaal 5 toch? Ga even naar Precious Ugu. Hier zijn we Dies Jansen. Heb je ook al zo'n pocht, man? Dies Jansen. Lopen. Hier zijn we Precious. Onze topverdediger. Onze topverdediger. Precious, vertel even iets over jou. Wat kunnen we van jou verwachten? Wat je van mij kan verwachten is gewoon weinig goals tegen. Dat is mijn werk. En gewoon een mooie show voor jullie. Denk je dat je minuten gaat maken? Ik hoop wel een paar minuten, ja. Denk ik wel. Ik ben ervan overtuigd, jongen. Dankjewel. Ja, ga je je best doen? Zeker. Oké, goed zo. Dies Jansen, wat zeg jij ervan? Mooi toernooi, toch? Ja, vind ik ook. Leuke tegenstanders. Hoog niveau. Moet je scheuren. We hebben hele introverte jongens, waar je alles uit moet trekken. Die eigenlijk het al moeilijk vinden om een bal te vragen als ze vrij staan. En we hebben jongens hier om de hoek vandaan. Om zomaar te zeggen, een beetje van de straat of een beetje streetwise, hoe je het wil noemen. Met een hele grote mond. Die benader je weer op een hele andere manier. Maar uiteindelijk moet je ze allemaal zo benaderen, zodat je uiteindelijk hetzelfde resultaat haalt. En dat vraagt bij de ene persoon iets anders dan bij de ander. We worden niet van de bal afgelopen, als kleine kinderen. Tegenstanders, heb je gezien, zitten hele grote jongens bij. Fysiek sterk. Maakt ons niet uit, toch Jette? Maakt jou niet uit, toch? Weer minimaal even sterk. Pres, ga je de leiding pakken? Ik wil jou horen. Dus niet zeggen ik heb gecoacht. Ik wil het horen. Geef heel weinig weg. Krijg er weinig goals tegen. Ja? Dat is ook mede dankzij jullie. Nu, tegen een hoger niveau. Kijken of we het nog steeds kunnen. Samen tot kansen komen. Elkaar gunnen. Ja? Ga je met z'n tweeën op de goal af, daar staat iemand er beter voor, geef die ander de goal. Ga niet denken van, ik moet mezelf presenteren, ja? Ik wil graag die goals maken. Het gaat niet om jou, het gaat om ons. 1-op-1, actie. Laten zien, daar staan wij voor, bij Ajax. Boonie, naar binnen, steekbal. Zet die gasten aan het werk. Ja? Vertrouwen uitstralen. Niet blijven hangen. Niet die middenvelders laten stikken, niet die verdedigers laten stikken. Meteen terug sprinten. 10 uur op de kamer. Slapen, Kaden. 10 uur. Ja? Uitrusten. En zien we elkaar morgen. Welkom vanaf de toekomst. Dag 1 van de Future Cup staat op het punt van beginnen. De boys komen achter me aangelopen, strakke koppies. Ze hebben er zin in. Zij gaan zich nu klaarmaken voor de eerste wedstrijd tegen het Mexicaanse Pachuca. Man, wat een heerlijk toernooi. We zijn er weer met de Future Cup. Hoe blij ben je dat het weer terug is? Ja, ik hoop dat je het aan mijn gezicht ziet. Ja. Het is zo'n heerlijk toernooi. Het is echt zo geweldig. Ja, en super blij dat we er weer zijn. Enthousiasme altijd in dit toernooi, want ze willen zich echt meten met hun leeftijdgenoten van andere landen. Ja, en dat brengt een bepaalde spanning, maar het is altijd het sfeertje geweldig. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je als jeugdspeler hier echt naar uitkijkt. Hoe was de sfeer net in de bus hier naartoe? Ja, wel bijzonder, want we zaten met de tegenstander in de bus. Dus zij zaten links en wij zaten rechts. Dus een beetje Spaanse muziek op de achtergrond, dus dat was prima. Daar zijn de spelers van Ajax en Pachuca met de Mexicaanse vlag het veld op. Setford op goal, dat is het broertje van Charlie. Rechtsback van de Pavert, centraal Ugu en Jansen, dat is de aanvoerder. El Aissati is de linksback op het middenveld. Tijn Peters, Don O'Neill, Lucas Jette en voorin de Pool Jan Faberski, Shedrach Ebita spits en Kaden Wolf. De felle start van de Mexicanen, Sigala en daar de eerste redding ook noodzakelijk. Setford zit er met zijn vingertoppen aan. Lekker aan het kijken naar je broertje? Ja, zeker weten. Ja. Hoe doet hij het tot dusver?
Ja, goed, goed. Ik denk dat hij een hele mooie redding maakte in het begin van de wedstrijd. Waardoor zijn team erin houdt eigenlijk. Hoe zou jij Tommy omschrijven als keeper? Wat voor type keeper is het? En lijken jullie een beetje op elkaar? Qua reflexen zijn we allebei goed. Laat het zo zeggen. Heel goed, toch? Ja, toch? Ja, daarom zijn we keeper. Voetballend, wat de Ajax vraagt, zijn we ook wel aardig in. We hebben bijna hetzelfde in huis, laten we het daarop houden, ja. Hoekwoe. Dan moet hij gescoord gaan worden. Wolf doet dat nog niet, maar Epite doet het wel. Ajax op voorsprong. Ah, dat is toch knap hoor. Dat is echt razend knap wat Epite daar doet. Zijn tweede. Net weer van een lange tijd weer Future Cup. En ik ben blij dat ik mijn 2 goals kon scoren en de winst over de streep trekken. Ajax dat zo dadelijk de 2e groepswedstrijd gaat spelen tegen de koploper. Want die maakte 4 doelpunten. Kregen er 2 tegen in de 1e wedstrijd tegen Juventus. Gladbach dus. Een duel zal zijn waarin je bij winst toch vrijwel zeker bent van de halve finale. Ze spelen 4-3-3. Ze spelen met 4 achterop, niet met 3. Lange! Sprinten, 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 kom. Ze spelen gewoon 4-3-3. Dus Jette, die is geen vrije man in de laatste lijn. Die moet verdedigend op het middenveld staan. Jette moet verdedigend op het middenveld. Ja, gewoon zoals we normaal spelen tegen 4-3-3. Oh, dan moeten we korter zitten, boys. Hé, dan moeten we korter zitten. Hou dat tempo hoog. Hou dat tempo hoog. Press, je bent geweldig. Houd dat vol, Dies, je bent geweldig. Houd dat vol. Vrije trap van Berski. In 1 keer! En lekker ook zeg! De pol breekt de bam. The mother of Jan Faberski, right? Yeah, that's right. Yeah. How is it to watch Jan play? I see you walking all the time and it's nervous, right? It's exciting to see your boy on such a great tournament at Ajax. We support him over the years, and the whole family traveled from Poland, also Jan's grandma, the dad, 3 brothers, so it's a great day for everybody is here. Everybody is here. Jan. Hij dekt helemaal door, hij wil jou kort dekken. Ja, maar ga jij nou een voorbeweging maken? Leg hij hem eroverheen, ben je zo door. Kenenwolf is er voorbij en daar laat hij zien wat hij kan, Kenenwolf. Sherry, monster, je bent een monster vandaag, man. Je bent een monster, vriend. Hey. Lekker even uitrusten en nog even dromen over het goaltje, of niet? Ja, we gaan zeker uitrusten. Dat hebben we nodig ook. En ik ga zeker eventjes nakijken hoe mijn goal is gegaan uiteindelijk. Trots op jezelf zijn, hoor. Ik ben heel trots op mezelf, maar er zit nog meer in. En dat moet er morgen maar uitkomen. Die jongen, Future Cup, je 14. Hey. 15. Je mag lachen, hè? Hey. De jongste speler van Ajax onder 17. 15 jaar en een beetje, Sean Steur. Komt in de ploeg, een echte nummer 8. Ja, het was een bijzonder moment. Ik ben een speler die graag dribbelt, passes geeft. Ik ben goed in de kleine ruimtes en natuurlijk heel mooi voor mij om dit toernooi al te spelen. En ik hoop dat we hem winnen. Ajax op voorsprong via Jan Faberski. That's what God gave me, so yeah. I'm using it. I hugged my brother after the scoring, so. What did he say to you when you hugged him? Nothing. He just laughed. I think I never played with this much people around. So this is really nice experience also. And I'm really happy I can be here. Who is your example in football and why? Lionel Messi. Greatest player. Dribbles, passes. He sees everything. Quiet. But on a pitch, bam. Ja, meneer Zwart. Wat vond u van de eerste dag? Nou, ik moet zeggen, ten eerste vond ik Ajax ook behoorlijk spelen. Vooral de eerste wedstrijd, die ze met 2-0 wonnen van, hoe heet die, Capucci? Pachuca. Ah, Pachuca, ja. Dus dat was een goed duel. Ja. En dat was een goede overwinning. Ja. Tweede wedstrijd vond ik iets minder, maar Ajax heeft toch wel een paar spelertjes erin. Ja. En ik ga geen namen noemen, maar waar ik echt wel wat in zie. En dat vond ik wel leuk vandaag. Het is 4:15 in de ochtend. Nou ja, zeg maar gerust midden in de nacht. Iedereen ligt nog lekker te slapen. Maar op 1 kamer brandt al licht. En ik heb iets meegenomen. Ik hoop dat ik op de goede kamer aanklop. Goedemorgen. Fluister er nog een beetje, want iedereen ligt lekker te slapen. Hoe is het? Goed zo. Ja, want jullie gaan iets bijzonders doen nu, hè? Ja, we gaan nu eten. Ja, want jullie zitten midden in de Ramadan. Ja, klopt. Ik heb wat meegenomen voor jullie. Jullie hebben geloof ik ook al wat. Heel lief, ja. Dan gaan we jullie naar binnen volgen.
In het begin van de Ramadan was het lastig, maar het begint nu makkelijker te worden. Ik krijg misschien alleen een beetje dorst, maar ja, ik kan ermee leven. Ik werd door Yasser in het begin van het jaar echt goed opgevangen, met beide handen. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, nu zijn we gewoon samen in de kamer. Het is gewoon fijn om te zien. Hoe is het tot dusver voor jou hier bij Ajax? Het was dit jaar niet mijn beste jaar, want ik kwam dit jaar vaak in blessures. Mm-hmm. Vaak in groeiblessures van lengte, van spieren. En ja, het was niet makkelijk voor mij, want ja, ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik presteerde ook niet zo goed, waardoor mensen op media gingen zeggen van dat ik me niet goed voel hier. Of dat er niet goed met mij wordt omgegaan, maar dat is zeker helemaal niet zo. Ik voel me hier echt thuis. Iedereen heeft mij goed verwelkomd. Wij zeggen dat het allemaal Gods wil was, dus God heeft het daarvoor gekozen. En als ik boos ben, dan denk ik van ja, God heeft me dat gegeven. Er kon misschien iets ergers gebeuren als ik ja, toch ging spelen. Maar ja, dan accepteer ik het gewoon. Ik ga nu bidden. Ik ga mijn sajada pakken en ga ik bidden. Allahu Akbar. Na een hele mooie eerste dag moeten we vandaag goed vervolg geven. We zijn er nog niet, we hebben nog resultaat nodig tegen Juve. Druk zetten, jongens, dit gaat fantastisch tot nu toe. En het is het hele seizoen al zo, ja? En dat hebben we nu ook weer laten zien. Maar niet verslappen. Genieten, mannen. Genieten. En volgens mij is het nog nooit gelukt dat een team de halve finale heeft gehaald zonder een tegengoal te krijgen op de Future Cup. Plesjes. We hadden het over geschiedenis schrijven, toch? Ja. Nou, dat zou stap 1 zijn. Dan ben je er nog niet, maar dan heb je wel stap 1. Heel veel succes, jongens. Nu is het tijd voor de wedstrijd van Ajax. In de eigen groep A, op weg naar wat het doel is. De halve finale en het liefst nog verder, dat zal morgen blijken. Ajax en Juventus spelen gelijk. Dat betekent dat Ajax door is naar de halve finale. Ongeslagen en 3 wedstrijden 0. Dat zegt natuurlijk wel wat over ons team. En over de verdediging en onder andere ook over de keeper. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Nu zijn we door, dus dat is helemaal goed. Weer een clean sheet. 0 tegen doelpunten. Ja, gewoon top van de groep. Wat is jullie geheim? Ja, gewoon op slot gooien. Soms en gewoon ja, geen kansen weggeven. En dan krijg je ook geen goals tegen. Hoe vind jij het dat ook jouw spel toch wel positief wordt beoordeeld door fans en ook door teamgenoten? Ja, natuurlijk heel erg leuk om te horen dat je zoveel steun krijgt van je teamgenoten. En ook uit berichten van fans en zo. Dat is wel leuk om te horen, ja. De Future Cup is in volle gang. En wat het toernooi nou ook zo bijzonder maakt, is dat alle teams bij elkaar gepakt in één hotel zitten. Kortom, best leuk om even een rondje langs de clubs te maken. You speak Dutch? No, no. Only Italian. Oké, okay. Come stai? Bene, tutto bene, grazie. Okay. Come stai? Tutto bene, grazie. Va bene, how to that? Ja, hard, richtig goed. Ja? Really good? Yeah, exactly. What do you think of the Future Cup? It's a very big tournament. I used to watch it when I was little on YouTube. Yeah, it's very nice to be here. There's some good teams. Tot nu toe vind ik het een heel leuk toernooi en ik ben ook zeer blij dat we door zijn naar de halve finale. What do you think of the other teams? Yeah, decent players. I think we're also good as well. But yeah, they're decent players, good quality. Et qui es-tu joueur favorite et pourquoi? Mon joueur favori c'est Achraf Hakimi, okay. Parce que je joue dans la même position que lui et je suis de la même nationalité. Et tu? Moi je m'inspire spécialement de Neymar et de Mbappé. Okay. C'est des joueurs très atypiques qui procurent beaucoup de plaisir. Et c'est. Je suis très content de m'inspirer de oui. Tels joueurs. Tu as la même qualité de Neymar et Mbappé? Non. Non? Eux, ils sont bien au-dessus. Guillermo Ochoa. Ok. Ya la experiencia que tiene y todos los mundiales que ha jugado, siento que es muy buen ejemplo a seguir. Un poco Rulli también. También. ¿Y tú? ¿Cuál es tu ejemplo? Mi mayor ejemplo, Lionel Messi, desde chico. Sí. Y de México, Irving Lozano, sí. Chucky. ¿Y Ajax? ¿De Ajax? Sí. Edson. Edson. Sí. Sí.
Mein Lieblingsspieler ist Joshua Kimmich. Ja, und warum? Wegen seiner Mentalität und weil er auch Sechser spielt. Il mio idolo è Sergio Ramos. E perché? Perché è diciamo simbolo di leadership. Oké. Okay. Welke Belgische voetballers moet jij meteen aan denken die bij Ajax hebben gespeeld en wat vind je van hen? Alderweireld en Vertonghen. Ja. Vind ik twee zeer goede verdedigers die ook heel lang bij de nationale ploeg speelden en spelen nog altijd één daarvan. Ja. Dus ja, goede verdedigers vooral. Ja. Hakim Ziyech is hier quand il joue à l'Ajax. C'est un très bon joueur. Christian Eriksen. Ja. Was hier in Ajax. Really good player. Now on United. Of course, cool example. We gaan vandaag naar het stadion. Ajax Fortuna Sittard. We zijn door naar de halve finale. We hebben 0-0 gespeeld tegen Juventus. Dus we hebben er allemaal heel veel zin in natuurlijk. En op naar morgen. Lucas, kijk even in de camera. Even lachen. Dit is een prachtige goal. Een prachtige goal. Niks aan te doen. Binnenkant paal. Applaus hier in de arena voor Ajax. Dat ruim wint en verdiend wint van Fortuna. Eerder werd zijn naam al even genoemd. Edson Alvarez. En ja, je verwacht het niet. Maar hij komt toch even op zijn vrije avond een bezoekje brengen. Even kijken. Just after the game. And then you thought, okay, I'm gonna visit the Mexican boys. Directly. Yeah. Doesn't matter what, yes. Yeah. You know, it's just trying to give them the arms, yeah. You know? Because I was there. I was in that place. I hope to have that opportunity, you know, to see a professional player. So it's what I want to say to them, like, you need to fight for it. Yeah. In this life, nothing is easy. I say to them, they are the future of Mexico. I explain to them that they need to work. They need to do in the food, the gym, the mental preparation. Everything is very important for them. Het is dag 3, oftewel de finale dag. Vandaag speelt de ploeg van trainer Jurie Rose om 11 uur tegen het Belgische Anderlecht. Met de vraag natuurlijk, bereiken we de finale? Wat is de magie van de Future Cup? Ik denk dat je de fans achter je moet krijgen. Dat is de magie, denk ik. Ja. Ja. Je moet jezelf gewoon laten zien en dat kan je gewoon hier doen. Future Cup. Veel ogen, veel mensen. Ja, voor het eerst kom je op tv als jongen. Veel mensen komen kijken. Dus het brengt wel een beetje spanning mee. Grote teams, dus altijd wel leuk. Veel goede spelers hebben dit toernooi gespeeld. Dus ze verwachten naar de volgende, misschien Frenkie de Jong of zo. Volgens mij hadden wij een heel goed team. En hadden we een heel goed team. Echt, ja, echt een heel goed team. En, ik denk dat wij wel de beste team hadden. Ja, echt. Ja, en volgens mij, wat hadden we gedaan? We hadden Anderlecht ook verslagen, volgens mij, met penalties. Ik had volgens mij een penalty gemist zelfs. Maar we hadden wel gewonnen. Druk vandaag en gezellig. Mooi, hoog niveau. Ja. Iedereen geniet van dat toernooi. Ja. Ik ook, daarom kom ik hier. Ja. Wat zijn uw mooiste herinneringen aan dit toernooi? Ja, dat is een mooie tijd met mijn zoon hier gemaakt. Ja. Echt mooi, maar als ik ga overheen praten, ik word emotioneel. Wat vindt u van Ajax onder 17? Hoe presteren zij nu? Ajax zijn de best. Ja. Van wat ik heb een paar wedstrijden gezien. Echt top. Ajax en Anderlecht gaan strijden om de eerste finale plaats deze Future Cup. De mannen komen het veld op. Spelen voor veel publiek. Vandaag is Sportpark de Toekomst uitverkocht. Ebiet, sterk. Krijgt hem bij Peters en die tikt hem tegen de lat. Rebound nog voor Faberski en dan is het raak voor Ajax. Het jeugdige enthousiasme bij de onder 17. Daar is Jansen en Jansen komt ernaast. Het ziet er niet al te best uit, het voorhoofd van Dies Jansen. De ruimte bij Wolf. De keeper twijfelt, komt even, staat uit zijn goal en dus profiteert Wolf. Ajax heeft de finale bereikt van de Future Cup voor de 10e keer in 11 edities. Heerlijk, jullie hebben de finale bereikt man, hoe voelt dat? Het voelt zeker goed, want
Ja, we hadden allemaal wel veel spanning voordat het toernooi begon, maar gelukkig zijn we er. Ik heb genoten van jullie jongens. Genoten van de inzet, van de strijd. Ja? Ze willen vermaakt worden, hè? We hebben ze vermaakt, boys. We hebben ze vermaakt met strijd, met voetbal, met goals. Ja? En nu nog één taak, mannen. We zijn nog niet klaar. Nog één wedstrijd, Rissi. Je bent er gewoon bij. Gewoon oplappen, niet aanstellen. Ja? Gewoon doorgaan. Nog één wedstrijd knallen en dan pakken we die cup, boys. Ja? Met z'n allen, boys. Klaar, hè? Terwijl iedereen zich klaarmaakt en oplaadt voor de finale, hebben we wel een beetje teleurstellend nieuws. Want, captain, je bent er niet bij waarschijnlijk. Nee, dat klopt. Botsing gehad met de keeper. Ik wou een bal erin koppen. Ik kom er net niet bij. Met een snoepduik kom ik op de noppen van de keeper. Waarbij ik een diepe snee in mijn hoofd heb gekregen. Ja, het is een flinke wond, hè? Ja, het zag eruit als een oorlogswond. Ja. Ik voel me bijna Rambo, maar... Staat wel stoer, toch? Zo'n litteken. Ja, ik voel me bijna Jaap Stam of Tony van de Beek of zo. Dus ja, prima. De apotheose van de 11e editie van de Future Cup. Wordt het de 6e titel voor Ajax? Wordt het een debutant die je met de cup vandoor gaat, genaamd Nonchalant? Kom maar, boys! Seydou neemt hem op zich niet slecht mee. Dan wordt hij daar heerlijk neergelegd. En incasseert Ajax de eerste treffer van het toernooi. Wolf. Dat is prachtig. Ebieten kan niet wegkoppen en het wordt nog grotere schade. Een droomdebuut voor de Denen van Nonchalant. Zij winnen de 11e editie van de Future Cup. Ons toernooi verloopt zoals het weer. Zonnig tot de finale en nu kom ik met bakken uit de hemel. Ik vond het een mooi toernooi. Ik heb ervan genoten. Mooi podium, mooi toneel. We hebben niet het mooiste voetbal laten zien, maar ik ben trots dat we finalist zijn geweest. De Noah Gesser trofee voor het eerst op de Future Cup uitgereikt aan de topscorer van dit toernooi, Winsley Boteli. De ouders van Noah Gesser die reiken de trofee uit. Ik wil dat ce trofee soit destiné à lui et j'ai vraiment une très grosse fierté et une très grosse un très gros honneur pour la famille qui sont venus me redonner ce trophée et toutes mes condoléances. Tot zover de special All Eyes on the Future Cup, waarin we de ploeg van trainer Jurie Rozen op de voet volgden. Helaas greep Ajax onder 17 net naast de prijs. Bedankt voor het kijken en heel graag tot ziens.